Als coach leer ik heel veel van mijn cliënten. Ze stimuleren parallele processen in mijn eigen ontwikkeling. Zo had ik onlangs een advocaat in coaching, die 50 jaar was. en op zoek was hoe hij de volgende 15 of 20 jaar van zijn loopbaan. meer zinvol zou kunnen invullen. dan alleen maar cliënten te helpen een of ander proces te winnen. Wat hij zag bij zijn cliënten is dat zij soms sociale behoeftes hebben. of erkenning zoeken van een diep verlangen die ze bij de tegenpartij niet vinden. En dan belanden ze bij een advocaat, en die advocaat juridiseert de levenskwestie. Dat begon hij te zien, en voor hem was het dan eigenlijk logisch om te denken dat de advocatuur zich zou moeten uitbreiden in een interdisciplinaire vorm. Advocaten zouden kunnen samenwerken met notarissen, met sociale werker, met coaches. En dat, uh, dat gebeurt op dit moment niet, zei hij, omdat de advocatuur eigenlijk in een vakje werd. En door de orde van de advocaten, eigenlijk gecontroleerd. Dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot de medische wereld, waarbij dat je ziet dat huisartsen veel meer in teamverband werken. Huisartsenpraktijken vandaag de dag bevatten coaches, psychotherapeuten, kinesisten, sociaal verpleegkundigen enzovoort. Dus dat interdisciplinaire. Komt veel meer tegemoet aan wat de burger eigenlijk zoekt, namelijk iemand die helpt op een holistische manier om bepaalde levenskwesties te gaan begeleiden. De arts heeft daar zijn rol in, net zoals de advocaat eigenlijk ook zijn rol heeft in een interdisciplinair gebeuren. Het feit dat dat op dit moment niet gebeurt, dat was mijn parallel proces, is een typisch voorbeeld hoe dat in de systeemwereld, de maatschappij, bepaalde. Machten aan het werk zijn die zichzelf proberen te handhaven, maar in feite niet aansluiten bij wat de bevolking precies verlangt en bij wat er precies aan ontwikkeling aan de gang is. Mijn klant was er dan ook heel lucide in om te zeggen dat de advocatuur eigenlijk zich aan het, zichzelf uit de markt aan het prijzen is, omdat mensen nu eenmaal op zoek zijn naar andere professionals die hun levenskwesties gaan begeleiden. En dat kunnen dan bemiddelaars zijn, coaches zijn of sociale werkers zijn. Dit was weer een heel mooi voorbeeld hoe dat advocatuur en de medische wereld in onze samenleving een bepaalde plek heeft. En ik begon te zien hoe dat de, de macht soms helemaal niet aansluit bij de feitelijke ontwikkelingen die er bij burgers aan de gang zijn. Zoveel te leren van cliënten.